hebben. Ja, precies. Ja, want dit is er natuurlijk ook bijgebouwd, ja. Dat toilethuisje. Ik denk dat ze precies in die dingen... Maar goed, ik weet het niet. Maar... De sleutel zoeken van de haarlijke tunnel. De escape tunnel. Escape route. Ja, ja, toch? Die zit eigenlijk niet op slot, volgens mij. Dus dat hoeft niet zelfs. Ja. Dit vind ik echt een van de gaafste gangetjes van de buurt. Het loopt wel allemaal dood dus. Wij zijn ook dood, ja. Wij zijn een van de laatste. De buren... En dat is alweer achterkant Sint-Jansstraat? Ja. Achterkant Herenstraat. Dan kom je bij de synagoge uit, zeg. Maar kan je hier alleen komen via jullie tuin? Of via een tuin? Nee, die tattoo shop daar, daar kom je erin. Oh, dat is dat stuk. Ja. En je eindigt bij ons in die... Dit is een synagoge gewoon. Ja, daar ben ik dus ook nog nooit geweest, dat is trouwens bizar, hè? Ja. En die hebben ze toen helemaal gerenoveerd? Ja, volgens mij wel. Ja, dat weet ik. Dat was voor de wei hier nog. En hier heb je nog een gaaf, een beetje dat doorgemaakt hier zijn. Dat is cool. Lange, hey. Zo, dat is bijna niet in. Mijn bankje. Zo, is dat wat gaaf hier. Hij staat er goed in de lak, hè, die. Ja, nou. Cool zeg. Hier ben je gewoon bij dingen. Bij, is dat? Ink. Dan moet ik volgende week naartoe. Die gaan beginnen met pers. Ja. Ja. Maar dat was toch in de tijd van Café de Poort, is dat dit toch ook wel een plekje geweest waar... Zeggen wat gebeurde.